Goedemorgen allemaal. Een bijzondere dag. Een dag zonder veel school, maar met veel scholij. Een dag die wij graag eens invullen met een stukje filosofie. Mijn naam is Saskia Wellens. Ik geef les op het Koninklijk Koekelberg, een UNESCO-school. En ik heet jullie dus graag met allen welkom. Hè. Dus zoals ik zei, een reis door de tijd naar de antieke filosofie toe met een specialist ter zake, namelijk Geert Roskamp, professor verbonden aan de KUL, aan de faculteit of de afdeling Griekse en Latijnse letterkunde, met, zoals je kan vermoeden, een voorliefde voor antieke filosofie. En hij gaat ons helpen met een zeer praktisch probleem, namelijk wat doe je wanneer je een potje Tippex over je hoofd gekieperd krijgt. Ik ben zeer benieuwd. Welkom. Dankjewel, Saskia. Dag allemaal. Bedankt voor jullie talrijke opkomst alweer. Het is fijn om voor zo'n enthousiast publiek van liefhebbers van het Grieks te mogen spreken. En we eindigen deze reeks, zoals gezegd, dus met een les over antieke filosofen. Dat is misschien een thema dat in de eerste plaats de leerlingen van het zesde jaar aanspreekt. Hè. Jullie lezen natuurlijk ook filosofische teksten in de klas, maar voor de leerlingen uit de lagere jaren zeker niet getreurd. Ik zal proberen alles netjes en eenvoudig uit te leggen, dus het zal ook voor jullie zeker duidelijk zijn. En natuurlijk, zoals altijd, hè, kunt je vragen stellen als iets niet duidelijk is, dat is evident. Hè. Dat hebben we ook de vorige lessen al gedaan, dus post dat zeker in de chat. Oké, dat gezegd zijnde, spijt het mij oprecht om de laatste les van deze reeks eigenlijk in mineur te moeten beginnen. Van de andere sprekers hebben jullie de vorige dagen heel veel interessante dingen kunnen horen. Hebben jullie heel veel bijgeleerd, zijn jullie hopelijk dus heel enthousiast. En dan kom ik als laatste nog wel. En jullie verwachten natuurlijk een hoogtepunt, maar dat valt nog te bezien. Hè? Want ik moet jullie nu eigenlijk een weinig fraaie waarheid onder ogen brengen. Die luidt, heel kort, dat we allemaal slecht zijn. Wij leven als slechteriken onder de slechten. Wij gedragen ons als wilde beesten. Dus we zijn slecht, we waren slecht en we zullen altijd slecht blijven. Voilà. Nu heb je het eens van iemand anders gehoord. En je vraagt u nu al af waarschijnlijk, ja, zitten we daarvoor nu achter ons scherm hier, ja, om een beetje uitgescholden te worden? Dan zijn de lessen Grieks op school misschien toch beter. Onze leerkracht die is tenminste positief over ons. Terecht. En ter verontschuldiging zeg ik maar even dat die uitspraak niet van mij komt, maar van de antieke filosofen. En op de volgende slide zullen jullie zien, enfin, nog niet, maar dat het wel zo goed als alle antieke filosofen zijn. Je ziet daar een paar fotootjes, de meeste daarvan zullen aan bod komen vandaag, maar ja, ik had er eigenlijk nog veel fotootjes kunnen toevoegen. Want er bestonden weliswaar verschillende scholen filosofie in de oudheid en er was nauwelijks één punt overigens waar ze het met elkaar over eens waren. Behalve dat, ja, namelijk dus dat de overgrote meerderheid van de mensen slecht is. We hebben allemaal foute opvattingen, foute idealen, die we dan natuurlijk niet kunnen bereiken en dus worden we ongelukkig. Ja? Zie daar in een notendop. En wat moet je dan doen om gelukkig te worden? Wel, ja, luisteren naar de filosofen natuurlijk. Ja? Want de filosofen die gaan u leren hoe je een goed mens wordt en hoe je gelukkig kunt worden. En gelukkig worden, dat wil iedereen natuurlijk. Nu, ik heb toch ook een beetje goed nieuws, zoals je ziet op de slide. Onze ziekte is niet helemaal ongeneeslijk. Er bestaat een therapie. Meer dan één zelfs, want eigenlijk elke filosofische school heeft zijn aangepaste therapie. En dat is een heel belangrijk aspect van de filosofie van de oudheid. De filosofen willen allemaal onze ziel genezen. Filosofie is psychotherapie. En in deze les zal ik dus kort drie
filosofen voorstellen, de school van Epicurus, dan de Stoa, de Stoïcijnen, en dan de Platoonse school. En het zal aan jullie zijn dan om jullie eigen keuze te maken, of om natuurlijk gewoon te beslissen ziek te blijven, dat kan ook. En als, op het einde, als ik er nog tijd voor heb, zullen we een beetje zien, zal ik zelf mijn eigen positie kort toelichten. Oké, laten we beginnen met de eerste school op de volgende slide. Dat is de school dus van Epicurus. En Epicurus, je ziet het, leefde van 341 tot 270 voor Christus. Leefde voor het grootste deel in Athene, waar hij zich een tuin kocht, beroemde tuin van Epicurus, waar hij samen met zijn leerlingen en vrienden filosofeerde. En jullie weten wellicht, van, ik kan het vragen, wat is het doel eigenlijk van Epicurus? Dus Epicurus heeft zich een bepaald doel gesteld met zijn filosofie. Wat wil hij eigenlijk doen? Wat wil hij bereiken? Ik wacht even om te kijken naar de chat. Waar streeft Epicurus eigenlijk naar? Om te helpen, het blijft nog eventjes stil. Eigenlijk staat het ook al op mijn slide zelf. Het is de filosofie van de hedonij. En de hedonij, dat weten jullie misschien wel. Ja, voilà. Oh, kijk, nu komen ze mooi binnen. Het genot, inderdaad, zoveel mogelijk genot. Geluk lees ik daar, wat ook zeker waar is. Epicurus wil gelukkig worden. Ik zie genot, ik zie ook afwezigheid van pijn. Dat is heel juist, want zo definieert Epicurus eigenlijk het genot. Het is een beetje een rare definitie, maar genieten voor hem hangt samen ook met afwezigheid van pijn. Dat is heel juist. En ook de deugd lees ik daar overigens. Deugd krijgen en ondeugd vermijden is ook juist. Want dat, Epicurus zou dat zeker en vast verbinden met genieting, met hedonij. En hedonij is eigenlijk wat bij hem vooral centraal staat. Alles is ondergeschikt daaraan. We moeten genieten van het leven. Nu, volgens Epicurus slagen we daar eigenlijk niet zo goed in. We zijn allemaal ongelukkig, we genieten helemaal niet van ons leven. En hoe komt dat? Wel, om twee grote redenen zou ik zeggen. We denken domme dingen. We zijn ten onrechte bang van de dood of van de goden. Maar we doen ook domme dingen. We lopen de hele tijd dwaze ambities achterna. We willen allemaal een Porsche, we willen allemaal beroemd worden, ja, en we schrijven ons dus in om Klaasje van K3 op te volgen. Ja. We studeren al onze vakken zeer goed. Waarom? Ja, omdat we later natuurlijk veel geld willen verdienen of carrière maken enzovoort. En wat is het gevolg van dat alles? Wel, dat we continu eigenlijk vergeten om van het leven te genieten. We stellen altijd maar uit. En voor we het weten is het leven voorbij en zijn we eigenlijk de hele tijd bezig geweest met als een kip zonder kop dingen na te jagen die we eigenlijk niet eens nodig hebben. Dat is heel kort de diagnose van Epicurus. Daarom zijn we dus allemaal ziek. Waaruit bestaat nu zijn therapie? Wel, de volgende slide ziet je dat. Er is voor eerst een theoretisch luik. We moeten juist leren denken. En wat dat betreft was Epicurus eigenlijk even goed als jullie beste leerkracht. Die van Grieks natuurlijk. Namelijk, hij paste zich aan het niveau van zijn eigen leerlingen of studenten. En aan de beginners gaf hij gewoon een collectie van heel korte kerndoctrines die ze uit het hoofd moesten leren. En de kortste samenvatting van zijn leer, dat is de beroemde tetrapharmakos. En dat vinden jullie daar op de slide en ook op de papyrus staat die. De tetrapharmakos, letterlijk betekent dat het viervoudige medicijn. En
je hebt het daar, Aphobon Hotels. Dus Hotels, de god, is iets, Aphobon, is iets waar je eigenlijk geen schrik moet van hebben. Anupopton Hotanatos, de dood, is iets waar je geen enkel risico voor loopt. Dan heb je nog Tagaton Euktaiton, het goede Tagaton. Dat is Euktaiton, daar kan je heel gemakkelijk aan geraken. En Todainon, tenslotte, is Euekkartereiton. Het slechte is heel gemakkelijk te verdragen. Ja. Voilà, daarmee, met deze vier elementen, heb je eigenlijk in een notendop de kern van de filosofie van Epicurus. En eigenlijk een beginner, als je niet meer kunt onthouden dan dat, wel, daaraan heb je eigenlijk al genoeg om heel je leven op te bouwen, op die vier kerndoctrines. Nu, als je dan wat meer vooruitgang maakt, dan heb je wat langere samenvattingen die je kunt bestuderen. Nog meer vooruitgang, dan heb je de werken van de meester zelf die je in detail kunt lezen enzovoort. Dus je kunt zo geleidelijk aan opbouwen. Nu, belangrijk daarbij is dat je die doctrines niet alleen theoretisch moet gaan bestuderen, je moet ze steeds opnieuw overdenken. Elke dag opnieuw overdenken, zodat ze uiteindelijk gewoon een deel van jezelf gaan worden. En daarmee kom je bij het praktische luikje. En in het praktische luik wordt heel veel belang gehecht aan de notie van gewenning. En dat gaan we nog tegenkomen straks. Gewennen, jezelf gewoon maken aan iets. En hier komen we bij de volgende slide terecht bij een latere epicurist, Philodemus van Gadara. Dat is een Griekse epicurist uit de eerste eeuw voor Christus, tijdgenoot van Cicero. Die leefde in een toch wel fraaie villa, dat zult je met mij eens zijn. Je ziet daar een aantal fotootjes op mijn slide. Die leefde in een luxueuze villa in Herculaneum. En Herculaneum, dat zegt jullie allicht wel wat. Herculaneum, wat roept dat bij jullie op? Terwijl ik jullie even laat antwoorden, zie ik een vraag die ik al even kan beantwoorden. Was Aphobon Hotels dan geen goddeloosheid? Dat is een hele goede vraag. In de oudheid is daar heel veel over gespeculeerd. De niet-epicuristen, dus alle andere filosofen, die vonden van wel. Ja, die vonden, Epicurus is eigenlijk gewoon een atheïst. Die gelooft zelfs niet eens in de goden. Ja. Epicurus vond dat niet. Epicurus die verzekerde dat hij wel in de goden geloofde, maar hij zei, als je als filosoof, als je een goede idee hebt over de goden, dan weet je dat de goden, dat je van de goden niet bang moet zijn, want de goden die zijn daar niet in geïnteresseerd om mensen kwaad te doen. Ja? Dus die leiden zelf hun eigen gelukzalige leven en de goden zijn geen boekhouders die de hele tijd bezig zitten. Die mens heeft iets kwaad gedaan, dus die moeten we straffen. Ja? Dus voor Epicurus was dat zeker geen goddeloosheid. Anderen die dachten daar anders over. Ja, dat is zeker waar. Maar goede vraag. Ondertussen lees ik hier heel wat reacties. Plinius, Vesuvius, Pompeii, Vesuvius. Allemaal juist, inderdaad. Herculaneum is een dorpje aan de voet van de Vesuvius en jullie weten dat de Vesuvius is uitgebarsten in 79 na Christus. Sommigen van jullie, merk ik, Plinius, hebben misschien wel die brieven van Plinius daarover gelezen. Nu, die villa van waar je wat reconstructies ziet op de foto, die is dus helemaal onder die vulkanische lava terechtgekomen. Je ziet ook in het midden heb je een foto van de actuele toestand. Je ziet de villa, het is maar een klein stukje eigenlijk dat er onderuit komt. En die villa, ze zijn daar dus binnen geraakt en ze hebben daar een interessante bibliotheek gevonden. Nu, bibliotheek. Let op, dat is ook allemaal verwoest. Dus die papyrusrollen die daar zaten, zijn helemaal verkoold. Op de volgende slide zien jullie een paar foto's van dergelijke verkoolde papyrusrollen. En je hebt gisteren, denk ik ook, papyri kunnen zien. Wel, die papyri waren eigenlijk goed bewaard en waren heel goed te lezen. De papyri waar het hier over gaat, dat is nog wat anders. Die zijn heel zwaar.
beschadigd, zijn verkoold ook. Heel moeilijk alleen al om te openen, want dat hangt natuurlijk allemaal aan elkaar. Zit vol gaten. Dus behoort hij tot de moeilijkste teksten om te lezen, maar ze zijn wel heel interessant. En een van de werken die daar dus opnieuw heel fragmentarisch bewaard is, is een werkje van die Philodemus van Gadara, namelijk een werk over de vrijmoedigheid. En dat schetst ons eigenlijk een heel interessant beeld, dat werkje, over hoe het in een epicureese gemeenschap in praktijk aan toe ging. Ja? Dus uit Philodemus' werk blijkt dat die epicuristen dag in dag uit bezig waren ook om zichzelf bij te schaven, hè, om betere mensen te worden. Waren vrienden onder elkaar, hè, en hielpen elkaar eigenlijk met betere mensen te worden. Nu, om jullie een beetje een concreet idee te geven. Hè, stel je even voor dat je met je klasgroep zo'n epicureese gemeenschap vormt. Ja? Ik werk dat nog even uit en dan neem ik even daarna de tijd voor vragen, want ik zie dat er een aantal vragen alweer binnenstromen. Maar daarvan wil ik u eerst nog een idee geven. Hè? Stel u voor, met uw klas word je een epicureese gemeenschap. Dan denk je, ah, fantastisch natuurlijk, hè? Alle dagen feest, we gaan genieten. Ja, dat is zeker waar, maar niet alleen dat. Hè? Je bent dus de hele tijd bezig met een goed mens te worden, met uzelf te verbeteren. Dat wil zeggen, ja, om te beginnen, corrigeert je jezelf. Ja. Je hebt niet goed gestudeerd en je haalt maar 3 op 10 op je toetsstandtijden Grieks. Oké, dan zeg je gewoon tegen jezelf, ja, verdorie, domkop dat ik ben, dat ga ik nooit meer voor hebben zien. Vanaf nu ga ik mijn standtijden altijd 3 weken op voorhand instuderen en elke dag netjes herhalen. Ja. Dus je corrigeert jezelf. Dat is één. Maar je corrigeert ook rechtstreeks anderen. Iemand van uw vrienden is aan het vertalen en maakt een fout. Wel, jij komt tussen. Hey, je vertaalt die Griekse zin hier fout. Je moet wel op je uitgangen letten. Het Grieks heeft uitgangen, weet je wel. Of je je daarmee populair maakt bij je vrienden, dat is een andere vraag. Maar dat is wat de epicuristen doen. Ze gaan ook zichzelf gaan corrigeren. Nog sterker... Je informeert ook de leraar over de fouten van anderen. Ja? Ah, meneer, die daar heeft afgekeken. Hè? Of mevrouw, ja, die daar heeft gisteren zijn taak van mij afgeschreven. Ja? En dan is het de taak van de leraar om corrigerend op te treden. Ja? En Philodemus is er een voorstander van, ja, om dat vriendelijk te doen. Ja? Dus... leraar moet zeker niet zomaar iemand vlak af de waarheid zeggen of uitschelden. Ja, het is altijd hetzelfde met u, ik wist het, jij weer, enzovoort. Nee. Ja, dus de leraar moet sympathie tonen, moet goedwil wekken. Oké, voor deze ene keer is het niet erg eigenlijk dat je collega van Latijn in de toiletten hebt opgesloten. Maar de volgende keer moet je toch die van wiskunde nemen. Ja? Dus je toont goedwil en begrip. En, dat is het laatste, nu moeten Saskia en Dieter zeker goed luisteren, de leraar zelf is ook niet immuun voor fout gedrag. Dus ook de leraar moet uitkomen voor zijn tekorten. Ik let ook niet altijd op mijn uitgangen, ik ken ook niet al mijn woordjes perfect. Dus hij heeft ook nood aan verbetering. Zelfs van de leerlingen, dus in de school van Epicurus, kunnen de leerlingen ook de leerkrachten corrigeren. Ja, wat leuk is natuurlijk, hè? Misschien zelfs punten geven. Kun je ook eens het rapport geven van de leerkrachten. Dus dat hele traktaat van Philodemus werpt, zoals gezegd, een heel goed licht op waar het de epicuristen nu eigenlijk om te doen is. Ze willen de mensen genezen van hun ziekte, van hun kwalen. Hè? En het gaat dus om een psychotherapeutische filosofie. Dus een epicurist is iemand die leeft volgens de epicureïsche principes. Iemand die een heel proces van genezing heeft doorgemaakt en die het geluk heeft bereikt en kan genieten. Voilà, tot daar in een notendop de epicuristen. Misschien nu even tijd voor vragen. Saskia en Dieter, zijn er al wat vragen binnengekomen?
Ja, dat klopt, Geert. Het mooie is ook dat ze meteen een illustratie gegeven hebben van wat jij verteld hebt. Want er was een vraag waarom de papieren niet in het Latijn geschreven werden. Maar die is eigenlijk al beantwoord door de kijkers en de medeleerlingen, zal ik maar zeggen. Dat Grieks een cultuurtaal was die in het zuiden van Italië gesproken werd. En dan was er nog een vraag rond het woordje farmakon. Of daar een dubbelzinnigheid in zit tussen geneesmiddel en vergif. Kun je daar iets meer kunt over zeggen? Ja, dat klopt wel. Dat is natuurlijk, in de oudheid is dat zeker zo. Dus die twee zijn nauw met elkaar verbonden. Nu, wat Epicurus betreft, niet. Ja, voor Epicurus was het heel duidelijk. Epicurus zou natuurlijk zijn eigen filosofie nooit als een vergif gaan presenteren. Ja, dus voor Epicurus was het heel duidelijk een geneesmiddel. Ja, maar in de oudheid was dat natuurlijk zo te werken met kruiden. En ja, die kruiden die hebben geneeskrachtige werking, maar die kruiden kunnen even goed, of andere kruiden kunnen natuurlijk even heel negatieve werking hebben. Dus farmaca zijn ook is ook vergif. En dat ligt heel dicht tegen elkaar, inderdaad. Maar in de context van Epicurus, als Epicurus het heeft over farmakon, is het natuurlijk wel positief, is het altijd in de betekenis van medicijn. Hè? Dus dat is zeker waar. Dat was misschien nog een laatste vraag. Ook pertinent, zijn er vandaag nog mensen die eigenlijk leven helemaal volgens de leer van Epicurus? Ja, weet dus die je, kan zijn je er. daar iets over vertellen? Absoluut, die zijn er zeker. Hè. Je hebt een hele Epicurean Society zelfs. Je moet dat maar eens online intikken. Die zijn er absoluut en die proberen dus echt om die leer van Epicurus, die basisinzichten van Epicurus, ook toe te passen op onze eigen tijd en om zo te leven. Ja. Dus dat, en ze. Soms maken ze daar ook wel foutjes in, hoor, want ze realiseren zich dan niet altijd dat ja, Epicurus ook in zijn eigen context leefde en wat Epicurus zegt over het huwelijk, wel, een antiek huwelijk is ook weer wat anders dan een modern huwelijk. Dus soms maken ze foutjes, maar het is inderdaad wel zo, er is een hele groep van heel enthousiaste volgelingen van Epicurus. Ja, die bestaan. Net zoals overigens de volgende school die we nu zullen behandelen, de Stoïcijnen, ook daar heb je een hele groep van mensen, moderne Stoïcijnen. Absoluut, die bestaan zeker. Oké, wel, laten we dan naar de Stoïcijnen gaan. Dat kan een beetje korter. Daar ga ik mij beperken eigenlijk met de typische voor de Stoïcijnen. Er zijn namelijk heel veel dingen waar Stoïcijnen en Epicuristen met elkaar overeenkomen. En dan hoef ik daar wat minder over te zeggen. Zeno van Citium, van wie je daar een fotootje hebt, wel, die is een wat jongere tijdgenoot van Epicurus, gaf les in de zogenaamde Stoa Poikile, dat is de beschilderde zuilengalerij in Athene, en daar is zijn school naar genoemd. Nu, voor de Stoïcijnen, zoals voor de Epicuristen eigenlijk, zijn we ook weer allemaal slecht, en de Stoa is daarbij zelfs nog veel radicaler dan Epicurus. Volgens de Stoïcijnen zijn we niet alleen gewoon slecht, nee. Er bestaat voor hen zelfs niet het minste verschil tussen ja, de meest wreedaardige sadistische tiran en de meest beminnelijke leraar Grieks. Dat, nu zult je wel verontwaardigd zijn, het is inderdaad een opmerkelijke overtuiging, maar goed, dat is wat de Stoïcijnen geloven. Ik bespaar u daar de theoretische subtiliteiten. Belangrijk vooral is dat de Stoa vindt dat we ook allemaal heel ziek zijn en heel slecht zijn. Dus moeten we ook weer genezen, moeten we doorheen zo'n heel genezingsproces. En dan stelt zich weer de vraag, wat is het doel van de Stoïcijnen dan? Weten jullie dat? Opnieuw kijk ik even naar de chat. Dus het einddoel van de Stoïcijnen is natuurlijk niet dat van de Epicuristen genieten van het leven enzovoort. Nee, de Stoïcijnen stellen zich een ander levensdoel. En wat zou dat zijn, denken jullie? Voilà, daar komen ze. Matigheid, zeker goed. Leven zonder zorgen, rustig blijven, evenwicht. Mooi vrij van emoties. Apatheia is dat, gelijkmoedigheid. Lees ik neutraliteit, controle, fatalisme, zorgeloos. Leven vanuit het verstand.
In plaats van het gevoel sober leven, leven volgens de harmonie van de kosmos is heel goed ook. Aanvaarden, rustig leven. Bijna alle antwoorden die ik lees zijn allemaal correct. Ze geven allemaal een aspect weer van het stoïcijnse ideaal dat heel anders is, zoals gemerkt, dan dat van Epicurus. Laten we zeggen dat de stoïcijn wil komen tot een soort van houding waarbij hij altijd instemt met wat gebeurt. Dus leven inderdaad, zoals daar staat, volgens de harmonie van de kosmos, of zorgeloos, enzovoort. En er zijn een aantal aspecten, verder, sober leven en zo, die daar zeker rechtstreeks mee te maken hebben. De stoïcijnen geloven namelijk dat alles wat gebeurt gewild is door Zeus en dus goed is. Ja? Dus wat er ook gebeurt, het is goed. Wat fijn dat ik een goed rapport heb. Ja? Wat fijn dat we hier een weekje extra vakantie hebben en dus naar interessante lessen Grieks kunnen kijken. Maar evengoed, ja, wat fijn dat ik nu al voor de vierde keer 0 op 10 heb voor aardrijkskunde. Ja? Of fantastisch dat we morgen weer 5 grote herhalingstoetsen hebben. Je kunt u afvragen in hoeverre zo'n houding überhaupt wenselijk en gezond is. Maar oké, in elk geval, als je dat wilt bereiken, dan vraagt dat heel wat moeite natuurlijk. Hè? En ook de stoïcijnen ontwikkelen een hele methode. En dat merk je op de volgende slide. Ik zal daar niet zoveel over zeggen, over die methode, omdat ze globaal genomen, die therapie, ja, heeft veel dingen eigenlijk gemeenschappelijk met die van Epicurus. Het is ook een geleidelijk opbouwen. Maar in één benadering verschillen ze. En daar wil ik kort op ingaan, omdat dat eigenlijk mooi het verschil tussen Stoa en Epicurus zegt. Dat is de benadering van de praemeditatio. Heeft iemand een idee wat dat zou kunnen zijn? Dat is misschien wat moeilijker. Het is natuurlijk een wat meer specifieke term. Praemeditatio, proendemein in het Grieks. Maar dat zal wellicht niet zoveel helpen. Heeft iemand een idee wat dat zou kunnen zijn? De oefening, de stoïcijnse oefening van de praemeditatio. Voilà, ja, daar zie ik een aantal voorbedachtzaamheid. Ja. Als alles goed is wat Zeus wil, dan de slechtheid van de mens ook, niet gewild door Zeus en dus goed. Dat is eerder een vraag, daarover straks wat. Nadenken over wat allemaal fout kan gaan. Ja, rust vinden voordat er al rust is. Oké, voorbedachte plannen, heel goed. Je mentaal voorbereiden op wat slecht is. Voorzienigheid, denken aan rust voordat er al rust is. Oké, dat is inderdaad, dat gaat allemaal in de goede richting. Absoluut. Dus je moet je een toekomstig onheil voor de geest halen en op die manier er u op voorhand trachten tegen te wapenen. Denk op voorhand nu al dat je op het einde van het jaar een CEA-test zult krijgen. En de klasseraad zal oordelen dat je naar STEM moet uitwijken. Wel, dan kun je daar nu al in oefenen. En als het dan zover is, oké, dan zult je staan te juichen dat je je CEA-test krijgt. Nu, voor Epicurus is dat dus het domste wat je kunt doen. Je zit de hele dagen te vergallen met ellende die er wellicht nooit zal komen. Geniet liever, zegt Epicurus, van het feit dat je nu al die prachtige Griekse teksten kunt lezen. En je moet zeker niet gaan anticiperen op tegenslag die je eventueel misschien eens zou kunnen hebben. En als je die tegenslag dan toch hebt, wel, dan moet je zeker niet daarmee instemmen. Die gaan bevestigen, het is goed dat ik een CEA-test heb. Nee, in tegendeel. Je moet proberen die tegenslag te neutraliseren of u concentreren op wat u dan wel genoegen doet. Oké, als ik naar STEM ga, dan word ik volgend jaar zonder enige twijfel de beste van de klas. Want ik zal natuurlijk veel slimmer zijn dan die mannen in STEM. Wel, dat is duidelijk het verschil in benadering tussen Epicurus en de Stoa. Ze hebben een eigen doel. Als je wilt genieten van het leven, is praemeditatio nonsens natuurlijk. In het andere geval, als je wilt instemmen met de wil van Zeus, dan heeft dat wel zin.
Dat is de Stoa. Rest ons nog het laatste. Dat is het Platoonse perspectief. De school van Plato. Zeker de zesdejaars kennen natuurlijk Plato, een van de grootste filosofen van de oudheid. Prachtige dingen geschreven. En heeft ook zijn eigen school gesticht. En een van zijn latere volgelingen, die jullie daar zien, is Plutarchus van Chaeronea. Was een auteur van een heel groot oeuvre over heel veel onderwerpen. Belangrijkste werk zijn zijn parallele levens, een reeks van biografieën. Maar hij heeft over heel veel andere dingen geschreven ook. Bijvoorbeeld over het verstand van de dieren. Alle hondenliefhebbers en kattenliefhebbers onder jullie, moet je zeker eens lezen. Plutarchus zegt dat die dieren verstandig zijn. Over het gezicht dat je kunt zien in de maan, heeft hij nagedacht. Over het orakel van Delphi. Bijvoorbeeld over de vraag of het totaal aantal sterren in de kosmos nu even of oneven is. Heb je er ooit al even bij blijven stilstaan? Voilà, Plutarchus wel. Of ja, waarom staat de alfa nu aan het begin van het alfabet? Waarom begint het alfabet met de alfa en niet met beta of gamma? Ja, antwoord bij Plutarchus. Het is een heel interessante denker in elk geval. Nu, hier gaat het over filosofie, psychotherapie. Ook voor Plutarchus zijn we ziek. En zijn diagnose is, ja, we lijden allemaal aan passies. We laten ons leiden door het laagste in onszelf. En zijn therapie is dus, we moeten de reden haar concrete, correcte plaats teruggeven. En zijn therapie heeft eigenlijk twee polen, twee delen. Dat zie je op de volgende slide. Eerst komt de crisis. En de crisis is eigenlijk de diagnose. We zijn er erg aan toe. We zijn er slecht aan toe. Anderzijds heb je de askesis. Dat is meer het praktische deel, de therapie. En daarbinnen zie je nog een onderscheid tussen twee dingen. De epilogismoi, dat is meer theoretisch. Overwegingen die je kunt maken. En we zullen ze straks ontmoeten. Ethisch mooi is praktischer. Dat zijn echte praktische oefeningen. Gewoon een paar concrete voorbeelden om jullie het idee te geven. Wel, begin altijd met het kleinere. Je moet niet te veel ineens proberen. Zijt je nieuwsgierig, bijvoorbeeld? Wel, je loopt door de gang van uw school en er staat daar een deur van een of andere klas open. Ja? Wat doet iedereen aan naar binnen kijken, natuurlijk? Ja? Wel, doe dat nu eens niet. Voor één keer loop je nu gewoon voorbij en je kijkt niet naar binnen. Dat is een haalbare oefening. Of babbelt je altijd te veel? Wel, Plutarchus zal zeggen, in plaats van veel te veel te babbelen tijdens de les Grieks, schrijf gewoon eens een extra opstel voor Nederlands. Dan kun je daar ook je ideeën kwijt. Of, nog een voorbeeld, word je altijd direct boos? Wel, oefen nu dan eens om één keer eens niet boos te worden, bijvoorbeeld als uw leraar lichamelijke opvoeding weer eens zegt dat je over de plint moet springen zonder dat hij het zelf voordoet, dat kent je allemaal. Één keer niet ergeren. Dat zijn heel haalbare dingen. En daarna dan twee keer en dan vier keer, en zo kun je eigenlijk geleidelijk aan opbouwen. Wel, dat in de oudheid is eigenlijk aan filosofie doen. Dus dat is eigenlijk werken. Zelfs in uw vrije tijd, op elk moment moet je bezig zijn met uzelf te verbeteren. Nu, hier wil ik jullie dan nog een mooi werkje van Plutarchus voorstellen met de titel Hoe zou je nu bij uzelf kunnen merken dat je vooruitgang maakt? Dat je een beter mens aan het worden bent. En hij geeft daar 9 overwegingen die u daarbij kunnen helpen. En ik zal ze gewoon even kort met jullie overlopen. Op de volgende slide zien jullie de eerste overweging. Continuïteit van het proces van morele vooruitgang. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel, je maakt vooruitgang als je merkt dat je eigenlijk van dag tot dag bezig bent met morele verbetering. Vroeger hield je je alleen met Griekse filosofie bezig op school, later ook daarbuiten. En uiteindelijk zit je altijd met filosofische problemen in je hoofd. En zelfs als je op bezoek gaat bij je tante, die natuurlijk alleen maar geïnteresseerd is in de laatste nieuwe mode, begint jij daar over Plato en Epicurus. En je tante denkt natuurlijk dat je helemaal gek geworden bent. Dat denken tantes nu eenmaal snel. Maar nee,
Dat toont eigenlijk juist dat je veel vooruitgang hebt gemaakt. Je weet wat belangrijk is en wat niet. Andere toepassing. Aan het begin van een filosofische carrière staan vaak crisismomenten. Je moet zoveel zekerheden verlaten zonder te weten waar je gaat terechtkomen. Het is zoals Plutarchus zegt, een beetje zoals zeilers die de haven verlaten hebben, maar niet weten waar ze naartoe zullen varen. Dus we geloven eigenlijk niet langer meer in al die flauwekul die je op de radio hoort of op internet leest, maar dat leidt soms tot twijfels. Ben ik nu de enige ter wereld die Grieks belangrijk vindt? Wel nu, als die twijfel verdwijnt, stilaan, dan weet je dat je op de goede weg zit. Dat is de eerste overweging. De tweede. Mildheid en afwezigheid van jaloezie. Je maakt vooruitgang als je niet langer jaloers bent op het succes van anderen. Ja? Wel, dat is iets wat we natuurlijk allemaal kennen. Hè? Ik studeer zo hard om al die optatieven en conjunctieven te kennen. Ja, en zie wat het opbrengt. Niets. Terwijl mijn vrienden die economie studeren, oké, dat zijn barbaren uiteraard, maar ze zijn potverdorie wel zo rijk als de zee diep is. Ja? Toepassing op mijn slide. Hè. Midden op de slide zien jullie een verzameling graiki. Misschien herkennen sommigen van jullie wel jullie leerkracht Grieks daarin. Terwijl links ziet je een econoom. Ja? Wel, die situatie betreuren, volgens Plutarchus, is de houding van een beginner. Ja? De juiste houding is geloven in je eigen keuze. Jij met Grieks, oké, je staat daar misschien in het midden, maar eigenlijk met je Grieks zijt je beter af dan die dwaze economen. Ja? Denk aan de woorden van Solon. De dichter Solon die zei, ik wil mijn deugd niet verruilen voor hun rijkdom. Ja? Je weet dat je de juiste keuzes gemaakt hebt. En het raakt u dan niet langer dat anderen rijker zijn of machtiger. Jij kent beter Grieks, voilà. En dat weten we allemaal. Hè. Dat is natuurlijk pas echt iets om jaloers op te zijn. Derde overweging. Verandering in houding tegenover het woord. Wel, beginners die kiezen vaak voor filosofie om daar dan later op eindejaarsfeestjes mee te kunnen pronken. Ja? Of om in het parlement te kunnen uitpakken met een filosofische one-liner of zoiets. Ja? Wel, dat is een keuze voor wat Plutarchus noemt de logoi pros doxan. Ze gebruiken woorden om er zelf roem mee te verwerven. Ja? Wel, het is een teken van vooruitgang als je dat niet doet. Als je je woorden niet gebruikt pros doxan, om er persoonlijk roem mee te verwerven, maar gewoon ja, aandacht schenkt aan je innerlijk, aan de morele component. En dat geldt eigenlijk dat geldt voor alles. Dus dat geldt niet alleen voor woorden, maar ook zelfs voor dagelijkse gebeurtenissen. Bijvoorbeeld, je botst in het secretariaat van je school toevallig op uw leraar geschiedenis, letterlijk dan, want hij is gehaast en hij loopt je gewoon omver. Wat is dan uw juiste reactie, denkt je? Ik laat u even tijd in de chat. Dus hoe gaat je daarop reageren? De leerkracht geschiedenis loopt u gewoon omver. Wat is uw juiste reactie? Ondertussen misschien even tijd voor vragen. Zijn er al vragen? Ik zie een vraag van Sabrina. Was het stoïcisme henotheïstisch? Dat is een goede vraag. Is geen gemakkelijke vraag. Henotheïstisch is dus één god. Hè. Ze geloven dan in één god. Één god is de belangrijkste. Ja, dus het zijn nog wel polytheïsten. Ze geloven in verschillende goden, maar één daarvan is de belangrijkste. Je zou kunnen zeggen dat dat voor het stoïcisme inderdaad het geval is. Ja? Dat Zeus absoluut de belangrijkste god is. Hè, en die wordt ook op een heel filosofisch-technische manier geïnterpreteerd. Maar daarnaast
geloven de Stoïcijnen ook wel in andere goden, in Apollo, Helios en weet ik veel wat. Maar één daarvan is wel de belangrijkste. Dat is hun eigenlijke filosofische god. Dus in die zin kun je inderdaad zeggen, was de Stoa henotheïstisch. Dat was nog even een vraag. Interessant ook. Die filosofische scholen die jullie behandelt, waren dat echt gesloten entiteiten? Kon je daarin? Kon je daar makkelijk uit? Was daar veel bemoeienis of weinig bemoeienis? Dat is natuurlijk wel een heel lang ding om daarover te vertellen, maar misschien even kort. Ja, dat is inderdaad een hele goede vraag. Wel, heel kort en een beetje kort door de bocht, hè, zal ik zeggen. In principe is iedereen daar welkom. Ja, en zijn dat dus vrij open gemeenschappen? In praktijk waren dat eigenlijk heel gesloten gemeenschappen. Je moest al aristocraat zijn. De meeste Grieken konden waarschijnlijk niet eens lezen, hadden ook niet de tijd om zich daarmee bezig te houden, moesten werken voor de kost. Dus in praktijk waren dat relatief gesloten gemeenschappen van een aantal intellectuelen die zich daarmee bezig hielden. Maar in theorie was wel iedereen welkom. Dus in waren er soms vrouwen toegelaten? Heikel punt. Bij Epicurus zeker wel. Daar weten we dat ze waren. Bij de anderen ligt dat wat anders. Opnieuw, principieel wel. Maar in praktijk moet je die soms toch wel met een vergrootglas zoeken. Ja. Oké, ondertussen zie ik daar al een hele hoop antwoorden. Opstaan en verder gaan. Niet reageren, hij heeft haast. Assertief zijn, pardon zeggen en verder gaan. Verder gaan met mijn leven, maar diep van binnen best gepikeerd zijn. Ja, absoluut, waarom niet? Verontschuldigen en verder gaan. Terug opstaan, niet te fel reageren, want hij beheert nog altijd mijn punten. Ja, dat is pragmatisch zeker. Gewoon sorry zeggen, dat zou hij overigens ook moeten doen. Hem vragen of ik hem geen pijn heb gedaan. Mooi. En waarschijnlijk een domme mop maken over social distancing. Ja, dat is nu wel aan de orde. Ja, wel, dat zijn een aantal hele goede reacties. Jullie zijn allemaal heel beleefd. Plutarchus zou trots op jullie zijn. Maar Plutarchus zou nog een stap verder gaan. Ja? Dus het is allemaal waar. Hij zou dat ook zeggen. Je mocht niet boos worden, zeker niet. Uzelf ook niet in vraag stellen. Maar Plutarchus zou nog een stap verder zijn gaan en zeggen, je moet ook kijken wat je uit die gebeurtenis kunt leren. Ja? Wat leert ons dat over mensen in het algemeen en leraarsgeschiedenis in het bijzonder? Ja? Nu, dat kan vreemd klinken en niemand van jullie heeft dat geschreven, dat had ik ook niet verwacht. Het is vreemd, moet je nu inderdaad de hele tijd bij alles wat er gebeurt dan zo zitten denken. Ja? Wel, voor de meeste filosofen uit de oudheid inderdaad wel. Dus die mannen zijn in dat opzicht best veelijzend. Soms krijg je de indruk dat die niet wisten wat vakantie was. Vierde overweging. Keuze van authenticiteit boven uiterlijke schijn. Wel, kijk opnieuw naar beginners. Die zetten altijd een grote mond op en denken altijd dat ze op alles een antwoord hebben. Ja? Terwijl degenen die meer vooruitgang maken, die zijn stiller, die zijn kritischer tegenover zichzelf. Je kent die allemaal. Hè? De grote monden van de klas, die altijd het hoge woord voeren. En misschien denken jullie zelf wel, verdorie, ik ben altijd stil, ik kom op de achtergrond, maar ik vind dat toch vervelend, hè, met hun gebrul daar altijd. Wel, vanaf nu weet je dus dat je de steun hebt van Plutarchus. Jij bent degene dan die vooruitgang maakt, niet de grote monden. Vijfde overweging, heldere en ongestoorde dromen. Wel, als beginner krijg je nachtmerries. Je droomt dat je examen Grieks moet doen en dat er gevraagd wordt naar de stamtijden van Petanini. Ja. En natuurlijk ben je die vergeten. Niemand kent de stamtijden van dat soort werkwoorden. En dus verschijnt er een dikke rode nul op je examenblad. Ja. En je wordt zwetend wakker. Dat is dus geen teken van vooruitgang. Ja. Als je vooruitgang gemaakt hebt, wel, dan antwoord je in je droom gewoon, ach, die stamtijden, dat maakt toch niets uit. Ik zou veel liever iets zeggen over de inhoud van deze Griekse teksten. Dat is veel interessanter.
En voilà, je ziet in uw droom uw leerkracht klikken, 50 op 50 voor uw examen en je kunt rustig verder slapen. Dat is hoe Plutarchus over dromen denkt. Dus als je ooit eens droomt, nu in een van de volgende dagen, dat uw leerkracht fysica bijvoorbeeld naast uw bed staat, zoals op het plaatje kunt je zien, oké, dan kan Plutarchus u helpen om adequaat te reageren. Zesde overweging, dat is een tamelijk evidente mildheid van de passies. Als de passies het probleem zijn, wel, als die dan milder worden, afnemen, dan zit je natuurlijk op de goede weg. Als je van het plaatje links, dat was vorige week, naar het plaatje rechts deze week gaat, dan maak je vooruitgang. En je kunt passies ook met elkaar gaan vergelijken. Zevende overweging, volgende slide, consistentie tussen woorden en daden. Je moet zelf doen wat je anderen aanraadt. Als een directrice zegt dat je niet mocht roken, terwijl ze staat daar zelf met een sigaret, dan luisteren jullie natuurlijk niet langer. Ten onrechte, want in principe is haar raad wel correct, maar als ze die raad zelf manifest niet opvolgt, dan is het wel logisch dat je niet echt meer luistert. Nu, een ander aspect van consistentie bestaat erin de grote modellen te gaan navolgen. En hier kom ik bij de situatie van de titel van deze les. Je hebt er misschien al op voorhand eens over nagedacht. Uw vriend giet zijn potje Tipex over uw hoofd. Wat doet je dan? Wel, Plutarchus zou zeggen, om te beginnen zoals altijd, vooral rustig blijven, u niet opwinden, zeker niet boos worden. Dus je laat die Tipex rustig van je hoofd afdruipen. En ondertussen denk je even na. En je denkt na, hoe zou mijn persoonlijk idool, uw leerkracht Grieks bijvoorbeeld, zoiets nu aanpakken? Wat zou hij of zij nu doen in zo'n situatie? En op basis daarvan, komt je eigenlijk tot een veel betere reactie. Merk daarbij dus op dat Plutarchus hier eigenlijk geen concrete raad geeft. In dat soort situatie moet je dit doen. Dat vind je eigenlijk weinig, zeker niet bij Plutarchus. Antieke filosofen respecteren je eigen vrijheid. Die stimuleren u vooral om zelf na te denken, zonder alles tot in de puntjes te willen voorschrijven. Dus in die zin doen ze dat veel beter dan sommige moraalridders vandaag. Daar zouden ze nog veel kunnen van leren, van die antieke filosofen. Dus zij stimuleren u zelf, maar ze geven u niet hele regeltjes mee. Achtste en voorlaatste overweging, het vermogen om ongeacht de omstandigheden, om te gaan met beroemde mensen. Wel, dat soort situaties, je kent ze wel. Op een bepaalde dag komt de koning op bezoek in uw school. En tijdens het zesde lesuur zal hij in jouw klas langskomen en jij bent aangeduid om een korte speech te geven. Oké, je hebt natuurlijk alles tot in de puntjes voorbereid, maar tijdens de middagpauze morst je toch wel een grote kwak mayonaise op je t-shirt. Ja? Oké, wat doet je als beginner? Probeert je vlug die vlek te verbergen of je wisselt een t-shirt met je vriend of zo ergens iets? Nee, wat is een teken van vooruitgang voor Plutarchus? Als je op dat moment onverstoord blijft en rustig uw speech geeft. Met uw mayonaisevlek prominent op uw t-shirt. Je weet waar je staat, je weet wat je zelf kunt en je wordt dus niet meer uit je lood geslagen door dat soort dingen. Nu, je moet dat goed begrijpen. Je moet dergelijke situaties ook weer niet zelf gaan nastreven. De koning komt, dus ik ga vlug een grote kwak mayonaise op mijn t-shirt morsen. Dan laten zien, kijk, ik kan daartegen. Want als je dat doet, dan bewijst je weer dat je dat nodig hebt, dat je die mayonaise nodig hebt, dus dan hangt je er weer aan vast. Dus nee, streef dat niet na, maar als het gebeurt, oké, dan hoef je er niet uit evenwicht van te geraken. Laatste overweging, de negende. Voortdurende waakzaamheid met betrekking tot alle fouten, zelfs de meest triviale.
Er is eigenlijk niets dat aan uw aandacht mag ontsnappen. Je moet altijd op uw hoede zijn. Een beginner denkt hier wel eens, ach ja, waarom zou ik nu al die bewijzen van wiskunde gaan van buiten leren? Dat doet er toch allemaal niet toe. Hè? Ik zal toch weer gebuist zijn, weet je. Oké, dat doen we dus niet. Hè? Een dergelijke defaitisme is fataal. Nee, hè? Je moet alles overdacht gaan doen. Mag je niks aan je aandacht ontsnappen, wat ja, best een veel eisen stelt opnieuw. Hè? En Plutarchus realiseert zich dat ook wel, maar claimt ook dat het niet onmogelijk is. Oké, daarmee hebben we Plutarchus gehad. En hebben we de drie scholen dus gehad. Ik weet niet op dit moment of er al vragen zijn. Misschien is het nu even tijd voor mogelijke vragen, zo die er zijn. Ik kijk even in de richting van Saskia en Dieter. Ja, er was inderdaad een vraag. Je hebt het al gehad over het open of gesloten zijn van de scholen. Men vroeg zich ook af, het was Mohammed, denk ik, die zich afvroeg of er ook samenwerking was tussen scholen. Dat is een goede vraag. Wel, heel weinig tot niet. Die mannen waren in één ding heel goed en dat is in ruzie maken. Ongelooflijk veel tegen elkaar zitten argumenteren. De Stoïcijnen hebben heel veel boeken geschreven om aan te tonen dat de Platonisten fout waren en dat de Epicuristen fout waren. De Epicuristen die hebben alle andere filosofische scholen gewoon uitgelachen. Letterlijk van kijk waarmee die bezig zijn en die genieten niet van het leven. De Platonisten op hun beurt, die waren heel ernstig en die vonden dus dat de Epicuristen varkens waren enzovoort. Dus samenwerking eigenlijk deden die mannen niet, zo goed als nooit. Maar op elkaars kop zitten des te meer, absoluut. Maar Einzelgängers, zo mensen die alleen een bepaalde filosofie vertegenwoordigen, die zijn er niet, of zijn er niet doorgekomen, laat ik maar zeggen, die kennen we niet. Ja, er waren er wel een paar. Die echt hun eigen accenten legden. Er waren er ook ten andere wel een paar die van alle systemen wat uitkozen. Zo, hè. Ik vind eigenlijk genieten van het leven is goed, maar ook een snuifje platonisme en een beetje stoïcisme. Die waren er ook, maar de meeste leefden toch echt wel volgens bepaalde scholen. En men merkt daar dan, Samuel merkt daarop, ruzie maken past toch niet bij sommige van die filosofieën. Ja, dat is absoluut pertinent. Nee, en ze realiseerden zichzelf dat ook eigenlijk wel. En ze zeiden dat dan ook wel in hun traktaten van, ja, eigenlijk zou dat toch niet mogen. Hè? We zouden het toch meer eens moeten zijn en dat past toch eigenlijk niet goed. Oké, ze gaven dat dus wel toe, maar ja, het punt was dan, ze geloofden eigenlijk wel in hun eigen waarheid en ze probeerden dan de anderen te overtuigen. En oké, ja, dan zit je dus weer met ruzie maken en met polemiek enzovoort. Dus ja, laten we maar zeggen dat die ruzies allemaal in dienst waren van de waarheid. Dat maakten ze er zelf van. Ja. Okay. Imke Cox vraagt, als de Stoa, als alles goed is omdat Zeus dat zo wil, dan is de slechtheid van de mens, zegt ze, is die dan ook gewild door Zeus? En is die dan niet goed, de slechtheid? Ja, wel, dat is een probleem op zich. Hè. De slechtheid van de mens wordt door de Stoïcijnen in eerste instantie verklaard door het feit dat we allemaal een foute opvoeding hebben gekregen. Ja? Dus we leren eigenlijk al als kleine kinderen dat bijvoorbeeld ziek zijn slecht is. Ja? Of we leren als kleine kinderen dat rijkdom iets goed is. En op school leren we dat ook. Je moet allemaal goed je best doen, want dan kun je later veel geld verdienen. Ja? Dus, wel, vandaar zit het eigenlijk al fout. Dus Zeus in die zin wil dat niet. We worden gewoon slecht opgevoed. Ja? Wat Zeus wil, is ja, hoe de natuur in elkaar zit. Ja? Met ja, zowel het positieve als het negatieve. Aardbevingen worden ook door Zeus gewild. Dat is ook goed voor het geheel, weet je. En het komt er dus op aan om dat in te zien. Hè? Dat inderdaad de natuur zo in elkaar zit dat die goed is. Ja.
Misschien ga ik nu even... Ik zie dat er nog een aantal vragen zijn, maar één ervan ga ik nog beantwoorden, indirect tenminste beantwoorden in wat volgt. Dus ik heb nog kleine vijf minuutjes nodig om zelf even een evaluatie te geven. En daarmee zit ik bij mijn laatste slide. Wat moeten we hier nu allemaal van denken? Wat is nu de beste filosofie? Welke moeten we volgen, welke niet? Wel, dat is een persoonlijk standpunt dat ik hier geef. Hè. Jullie kunnen allemaal jullie eigen keuze maken. Uiteraard, dat moet je vooral doen. Hier geef ik gewoon persoonlijk mee hoe ik daartegen kijk. Om te beginnen zijn het allemaal stuk voor stuk briljante denkers. Ja. Die een heel scherp psychologisch inzicht hadden in de menselijke natuur. Dus we hebben van al die filosofen heel veel te leren. Laat dat duidelijk zijn, ze waren gewoon geniaal. Maar als je mij nu, als je even insisteert, en vraagt, je moet kiezen wie van de drie. Wel, ondanks al mijn oprechte bewondering zou ik dan zeggen, geen van de drie. Er zit namelijk ook één probleem. Sommigen van jullie kennen misschien die prachtige, beroemde uitspraak van Plato. Plato die zegt dat filosofie ontspringt uit de verwondering. Ja? Wel, bij de denkers die we hier besproken hebben, is de verwondering eigenlijk dood. Ja? Al die filosofen claimen dat ze door hun inzichten in hoe de wereld in elkaar zit, onze onwetendheid wegnemen en ons tot goede mensen maken. Maar dat is dus de grote prijs die we moeten betalen voor onze geestelijke gezondheid. We winnen de deugd, maar we verliezen de verwondering. En dat is eigenlijk een belangrijke tendens die je ziet in de hele latere filosofie. Men heeft eigenlijk op alles een antwoord. Er zijn traktaten geschreven over elke passie. Woede, babbelzucht, nieuwsgierigheid, valse schaamte, geldzucht, eerzucht, haat, afgunst, noem ze maar allemaal op. Er zijn traktaten geschreven over ziekte, over dood, over verbanning. Dus elk probleem heeft een oplossing. Je hebt altijd wel een oefening bij de hand. Nu, dat heeft zijn voordelen. Namelijk het destructieve aspect van de natuur kun je hiermee overwinnen. Het negatieve aspect. Je kunt zelfs zeggen dat een dergelijke filosofie ons tot helden maakt. Dat er een scheut heroïsme in de antieke filosofie zit. Het maakt ons tot helden tegenover de dood, tegenover het noodlot enzovoort. Maar het heeft dus ook zijn nadelen. Het is niet alleen dat negatieve dat tussen haakjes geplaatst wordt. Alles, alle dimensies van het leven worden eigenlijk door de reden afgevlakt. En men gaat leven in een beschermende cocon van rationaliteit. We leven in ons eigen aangename wereldje van TikTok en Instagram. Ja? En elke verwondering, elke bewondering gaat er ook aan. Alles wordt gewoon rationeel gecontroleerd. Wel, in de mate dat zo'n filosofie inderdaad heroïs is, zou het wel eens kunnen gaan over een heroïciteit van gewoon het alledaagse. En dat offer wil ik persoonlijk niet brengen. Ik koester veel te veel de verwondering om ze te moeten opgeven voor zo'n volkomen rationeel leven. Nu, ik zie, het is bijna tijd, dus ik heb niet meer de tijd om dat uit te werken. Gewoon nog twee hele korte implicaties wil ik daarvan aangeven. Mijn eerste is een oproep naar jullie allemaal. Ja? Als leerlingen Grieks zijn jullie stuk voor stuk idealisten. Ja? Wel, geef dat idealisme nooit op. Blijf jullie dromen dromen. Ja? Laat jullie niet in slaap wiegen door pseudowetenschappers. Die claimen op alles een antwoord te hebben, ze bedriegen jullie. Lees de Griekse filosofen, zeker, en leer van hen, want ze zijn fantastisch. Ze zijn geniaal, echt waar. Maar geef nooit de verwondering op. En kijk dus altijd naar het leven zoals het kind op mijn slide.
Ja, dat is de juiste blik naar het leven. Tweede punt. Wel, deze conclusie stelt me in staat, denk ik, om mijn weinig hartverwarmend begin te overstijgen. Ik ben begonnen te zeggen dat we allemaal slecht zijn. Wel, zolang jullie idealen blijven koesteren, is er veel meer dan hoop. En bestaat het niet dat jullie allemaal slecht zijn. Dus op dat punt, denk ik, hadden de geleerde antieke filosofen ongelijk. In wezen zijn jullie, en zeker jullie Grieken, natuurlijk allemaal goed. Ja. En met die conclusie kunnen we de lessenreeks dan toch opgelucht en enthousiast afsluiten. Dat is tenminste wat ik jullie toewens. Oké, bedankt Geert. Er zijn nog een paar vragen. Ik weet niet of je die snel nog kunt beantwoorden. Heel graag. Er waren best wel een aantal interessante vragen bij. Het ruzie maken van filosofen onder elkaar, men vindt dat weinig filosofisch. Hoe staan ze daar zelf tegenover? Ja, dus dat had ik daar net al behandeld. Hè. Dus inderdaad, het is niet echt filosofisch als zodanig, maar laten we zeggen dat ze het deden uit liefde voor de waarheid. Ja, en er is ook een beetje de vraag over de relatie Socrates-Plato-Aristoteles. Kun je daar iets meer over zeggen? Ja, dat is... daarover is natuurlijk heel veel te zeggen. Dat is een onderwerp voor een les op zich. Heel kort, Plato was de leerling van Socrates, is heel diepgaand beïnvloed door Socrates. Dus heel veel elementen die we terugvinden bij Plato komen rechtstreeks van Socrates. Maar Plato heeft de filosofie van Socrates nog geradicaliseerd. Hij heeft ze nog verder doorgedacht. De ideeënleer bijvoorbeeld van Plato. Wel, zelfs dat zit al een beetje in de kiem aanwezig bij Socrates. Maar ja, heel dat metafysische luik ervan, dat wordt natuurlijk echt consequent dan doorgedacht door Plato. Dus Plato was echt nog wel een grote filosoof op zich. Hij heeft niet alles van Socrates overgenomen. Is heel erg door hem beïnvloed, maar heeft dan zijn eigen weg gegaan. En Aristoteles is een beetje hetzelfde verhaal. Hè? Aristoteles is diepgaand beïnvloed door Plato. Natuurlijk heeft heel lang aan zijn voeten gezeten en in de academie zijn lessen gevolgd, maar is dan ook op een bepaald moment gaan beseffen, ja, wat Plato zegt, dat klopt helemaal niet. En is dan zijn eigen weg gegaan en heeft op heel fundamentele vlakken afstand genomen van Plato en is zijn eigen filosofie gaan ontwikkelen. Maar opnieuw, ja, eigenlijk is hij ook wel daarbij heel erg schatplichtig aan Plato. Dat in het hele kort. Oké. Okay. Saskia, ik weet niet of jij nog vragen opgepikt hebt. Ik denk dat we ze gehad hebben, zo min of meer. Hè. Ja. Nee. Het was nog één element, denk ik. Men vroeg ook, ik denk dat het Jacob was, welke filosofie zien jullie het meest nog voorkomen? De meest actuele filosofie. Dat is waar. Ja, wel, dat is een heel interessante vraag. Het hangt er een beetje vanaf eigenlijk. Ik heb u dus al gezegd, hè, er zijn Stoïcijnen, er zijn Epicuristen, die hebben hun eigen school. En nu weer, hè, deze dagen, in dagen van pandemie, worden die Stoïcijnen natuurlijk weer bevestigd. Oké, we moeten dat allemaal heel Stoïcijns gaan opnemen. En de Epicuristen worden ook bevestigd in hun ding. Niet van het leven, zolang het nog kan. De Platonisten hoort je wat minder deze dagen, maar ze zijn er wel. Ik denk dat je die eigenlijk vooral nog terugvindt eerder in academische milieus, hè, in milieus van beroepsfilosofen. Daar heb je ook nog wel Platonisten. Platonisten die natuurlijk wel weer... Ja, zijn geen zuivere Platonisten meer. Hè, die geloven niet meer echt in de ideeën zoals in die ene wereld, zoals Plato ze concipieerde. Maar ze laten zich nog wel door Plato echt inspireren. En ze zitten echt nog wel op die lijn. Wie is nu de meest prominente? Dat is moeilijk te zeggen. Koppen, dat weet ik niet. Maar ik denk dat ze alle drie nog wel hun groepen hebben waar ze nog verder leven, die filosofieën. Dus ze zijn ook vandaag zeker nog niet dood. Absoluut. Oké. Heel erg bedankt, Geert, voor deze interessante uiteenzetting over de grote filosofische systemen in de oudheid.
Saskia heeft jou welkom geheten. Ik mag jou uitwuiven, zeg maar. Ik mag ook deze lesreeks uitwuiven. Ik ben Dieter Wildemouw, zoals jullie onderaan zien staan. En ik geef zelf les op het Bernardus College in Oudenaarde. Net als, dat is niet, Latijn en Grieks is niet het enige wat Saskia en mij bindt. We werken allebei ook op een UNESCO-school. De lesreeks is gedaan. Ik wil heel hard de lesgever van vandaag bedanken. Ik wil ook de lesgevers van de afgelopen dagen bedanken. Ook professor Toon van Hal, die hebben jullie nooit gezien, behalve tijdens één les. Maar die zat iedere keer achter de knoppen en heeft ervoor gezorgd dat het technisch allemaal zo perfect ging. We waren vandaag met een 120-tal. De filmpjes worden volop herbekeken, ook hebben wij al gezien. Maak er reclame voor, zou ik zeggen. Je kunt wel niet meer tussenkomen, maar het is altijd interessant om ze nog eens opnieuw te bekijken. Deze lesreeks is eigenlijk tot stand gekomen vanuit een groep leerkrachten en professoren, de samenwerking tussen de Universiteit Gent en de KU Leuven dus. Die scholen werken dus wel samen, merken jullie. Wij zijn bezig met het verzamelen van alle leerkrachten en mensen in het brede veld in Vlaanderen die Grieks een warm hart toedragen. Er komt een website, die website heet heel eenvoudig waaromgrieks.be. Die zal er anders uitzien dan de huidige website, die was heel snel opgezet om de links te kunnen verzamelen. En wij zijn eigenlijk een beetje op zoek naar materiaal voor leerkrachten bijvoorbeeld, maar waar wij ook naar op zoek zijn, zijn goede ervaringen met Grieks. De vraag eigenlijk, waarom Grieks? Vraagteken. We zijn benieuwd wat jouw antwoord daarop zou zijn. En zoals je kunt zien, staat intussen mijn e-mailadres op de uitzending. Als je zegt van daarom of daarom doe ik Grieks, dat is de reden waarom ik Grieks gedaan heb, of ik heb zo'n mooie ervaringen en ik wil die even met jullie delen, dan mag je mij altijd een mailtje sturen. Dat kan anoniem, als je zegt van ik zet er mijn naam liever niet bij, dat mag zeker ook met je naam erbij, dat hangt vanaf wat je zelf het liefst hebt. En die gaan wij allemaal verzamelen op die website waarmgrieks.be. Dus we laten jullie zeker ook weten wanneer die gelanceerd wordt. Ik zou zeggen, geniet nog van de echte vakantie die nu gaat beginnen. Ik zie al een paar mensen zeggen in de chat, jammer dat de lessenreeks gestopt is. Maar misschien, dat zag ik ook in de chat, kunnen jullie het gevoel dat je Grieks mist koelen met het studeren van stamtijden of iets dergelijks. Dus bedankt allemaal om aanwezig te zijn en wie weet, tot de volgende keer. Dag.